Als ik nou toch op vakantie ga, wil ik in maximaal comfort met vakantie. Ik hou ook niet van goedkope hotels die er vies uitzien. En... Maar je bent nu ook een goed betaalde lobbyist van de NPO, dus je kunt je dat nu veroorloven. Ja, zeker. Ja. Nou, van de NPO, dat is... kun je eens een van de valkje doen. In het zuiden van Brabant. Maar het is niet zo dat je het Waldorf Astoria kunt gaan logeren. Met Van Rossum, kunt u mij horen? Het bekende Volkswagenbusje bestaat deze week precies 75 jaar. En dus hebben we in deze aflevering voor één keer de Audi verlaten en hebben we plaatsgenomen op de bankjes in het Volkswagenbusje. Je zult er met twee volwassenen in moeten zitten 3 weken, zeg. Ja. Dat is wel een test voor je relatie, hè? Het is het Volkswagenbusje T2, hè, is dit? Type 2. Type 1 was de gewone kever. En het busje was de type 2. Ja, en daar zitten we nu in voor deze speciale podcast over de geschiedenis van het Volkswagenbusje, lees het VW-busje. Hoe vind je het om erin te zitten? Nou, ik moet je zeggen, dit is een soort campertje, zo zouden we het denk moeten beschrijven. Maar daar zit ook een gastelletje in en hele sympathieke gordijntjes die door een of andere dwerginstantie vervaardigd zijn. Maar bij het idee dat je dus in dit ding 3 weken met 2 volwassen mensen met vakantie moet, daar word ik wel vrij zenuwachtig van. Ja, omschrijf hem eens eventjes, hoe die eruit ziet. Nou ja, het is aan de buitenkant, dat was het ook weer groen met wit, geloof ik. Dit is een Volkswagenbus met raampjes. Je hebt erbij met nog meer raampjes linksboven en rechtsboven. Hoe meer raampjes heb ik altijd begrepen in de Volkswagenbus, hoe duurder ze zijn. Ik denk dat deze al gauw een ton waard is of zo. Ze zijn onwaarschijnlijk veel waard geworden in de loop der jaren. Zeker die met al die raampjes, die zijn ontzettend veel waard. En voor mij natuurlijk is dit eigenlijk een kostbare jeugdherinnering. Omdat ik ooit lang geleden heb ik babyspulletjes bezorgd bij mensen. Voor het, ik denk dat het babyparadijs heette of de babywinkel, weet ik veel. Een grote handelaar in dat spullen, soort spullen in Utrecht. En ik heb een hele zomer met een Volkswagenbusje spulletjes rondgebracht in de provincie Utrecht. En ik vond het toen heel lekker rijden. Ik was er heel tevreden mee. En je weet dat dit ding is extreem windgevoelig. Dus als je van achter een vrachtauto tevoorschijn komt en er staat een beetje wind, dan moet je wel rekenen dat je dus stevig tegen moet sturen om niet van de weg geblazen te worden. Maar ja, daar leer je mee rijden in zekere zin. Ik moet zeggen dat ik zeer onlangs weer in een Volkswagenbusje heb gereden. En dat het mij bitter tegenviel. Dat is bijna altijd zo als je in auto's rijdt waarin je vroeger heel aangenaam gereden hebt. Je had er helemaal geen problemen mee. Niet waar? En je rijdt er nu mee en je denkt, jongen. Wat een oude troep is het eigenlijk. Hoe kwam dat eigenlijk? Dat weet ik niet. Dat natuurlijk, ik ben nu heel erg gesteld op stille auto's en comfortabele auto's. En auto's die heel makkelijk rijden. Die niet, waar je niet in hoeft te schakelen natuurlijk. Schakelen, dat is natuurlijk een belachelijk soort bedrijf. En in Europa zijn we veel te lang hebben we vastgehouden aan het handschakelen. En veel mensen vonden het ook sportief om hand te schakelen. Dat is eigenlijk helemaal lachwekkend. Omdat een automatische versnellingsbak natuurlijk veel en veel efficiënter is. Je hebt tegenwoordig heel snel schakelende bakken. Die je bij je in principe ook wel met de hand kunt schakelen. Maar ik heb daar helemaal 0,0 mee. Hier zit nog een hele grote pook in. Hè? Ja, hier zit een pook in. Daar kun je een volkstam mee te lijf. Met er bovendien bovenop een gigantische oranje knop. Waarop ik een 5 zie staan. Het is een biljartbal. Ik kan me niet voorstellen dat die ook 5 versnellingen heeft. En zal er wel 4 gehad hebben, denk ik eerlijk gezegd. Maar goed, die meest recente keer dat ik in zo'n busje reed, kon ik er niet makkelijk in komen. Dus mijn buik, het bleek eigenlijk dat stoeltje wat althans in die bus zat, kon je niet naar achteren schuiven. Nee. Nou ja, dat stuur, dat ligt dus voor je als een enorme schotel waar je pannenkoek op kunt serveren. Met als gevolg dat ik er slecht met moeite tussen kon. Maar ik heb dus aan mijn 3 maanden busjes rijden in 19... Nou, wanneer zal dat geweest zijn? 63, schat ik. Warme herinneringen, heerlijk. Het was hartstikke fijn werk, omdat je had het helemaal in eigen hand. Je moest een stuk of 5, 6 van die dingen bezorgen per dag. En ja, als de zon scheen en het was een leuke weg, dan stopte hij even en rookte hij een sigaretje. Het was echt een... Ik vond het een heerlijk bestaan. Ik had net mijn rijexamen gedaan nadat ik 3 keer gezakt was.
En nu was ik eindelijk geslaagd. Dus ik kon me zo ook wat rijervaring opdoen in zo'n busje. Het was echt... Nogmaals, ik heb een goede, hele goede herinneringen aan het Volkswagen busje. Ik zie 4 versnellingen daarvoor. Ja, dat zou wel 4 versnellingen zijn geweest. Ja. Ja. En de bekabeling valt mij ook op. Dus niet netjes weggewerkt. Dat hangt daar gewoon naar beneden. Dat had niemand toen. Ik heb ooit een Renault 16 gehad met een bekabeling. Als je dat zag, dat was een hele bos ongerichte draden. Waarvan niemand wist waar ze vandaan kwamen en waar ze heen gingen. Die was met een soort cellotape, was die achterin gehangen in de bagageruimte. Dat tegenwoordig heb je zo'n kabelboom en is dat allemaal tip-top weggewerkt met schakelstukken en zo. De techniek van auto's is natuurlijk enorm toegenomen in de loop der jaren, maar ze zijn ook navenant duurder geworden in de loop der jaren. We zullen zo nog over die busjes te spreken komen, omdat het busje, het Volkswagen busje, want in feite is dit gewoon een Volkswagen platform, zij het wel wat versterkt, met een luchtgekoeld 4-cilinder boksermotortje achterin. En voorin zit je dus alleen van de buitenwereld gescheiden door een stukje metaal. Dus je zit wel zelf in de kreukelzone. Tegenwoordig zou je een auto niet meer zo kunnen bouwen, want je komt door geen enkele veiligheidsproef heen. Dat spreekt, dat schakelschema staat er keurig opgeschreven. 1, 2, 3, 4, dat is ook ruim voldoende. Dat Volkswagen motortje, dat wilde wel. Maakt een ongelooflijke takkenherrie, zoals iedereen weet. Maar ja, dat vond je ook allemaal heel normaal. Wat dacht je van een eend? Ongelooflijk. Dat waren luchtgekoelde motoren. We zullen zo uitleggen waarom het toen luchtgekoelde motoren waren. Omdat dit basisontwerp, dateert uit de vroege jaren 30. In die zin is dit rij je eigenlijk in een museumstuk, in zekere zin. Ik denk dat de eerste Volkswagen bus is, denk van 1,52 of zo, iets dergelijks. En het was een ongekend succes. Ze hebben miljoenen en miljoenen van die busjes hebben ze verkocht. Want je kon ze in allerlei varianten krijgen natuurlijk. Met raampjes en zonder raampjes. En ik heb mezelf verhuisd in een Volkswagen bus van Utrecht naar Mainz, moet je denken. Ons hele bezit kon in een Volkswagen busje. Hè. Soms verlang ik naar de tijd dat ons hele bezit in een Volkswagen busje kan. Nu zou ik denk ik... Ik schat 200 Volkswagen busjes nodig hebben om mijn huidige inboedel te verhuizen. Zeker met al die boeken heb je alleen. Ja, precies. Je begrijpt dus dat komt er niet meer van. Wij zullen er nimmer meer verhuizen. Daar komt het echt geen grote trek op neer. Maar goed, we moeten een aandacht besteden aan de geschiedenis. Want kijk, er zou geen busje zijn als de kever niet ooit ontworpen was en gebouwd. En ook al meteen, niet meteen na enig uitstel, een ongekend succes was geworden. Yo, dag! Ja, ik neem even afscheid van de fotograaf, want dit wordt beschouwd als een zo ingrijpende breuk in ons podcast bestaan, dat we dus inderdaad in dat Volkswagen busje zitten en dat moest even gefotografeerd worden. En ik moet zeggen, het zijn allemaal kleurenfoto's natuurlijk, het is wel een beetje een oranje sfeer. Een beetje Bas en Adriaan. Ja, vind je dat? Ja, het heeft iets kabouterachtigs, toch? Ja, dat is wel leuk. Het is ook een beetje een kabouterautootje. Ik neem aan dat degenen die hiermee met vakantie gaan ook klein van postuur zijn. Hè? Jacques en Chantal zijn de eigenaar, want dat staat naamkaartje staan op het raampje. Ah, dan denk ik dat Jacques en Chantal samen ongeveer het volume hebben wat ik in mijn eentje heb. Zo zou het zoiets niet kunnen zijn. Ja, je had wel moeite om erin te komen. Ja, ik had dat moeite. Het is natuurlijk voor mijn doen een hoge opstap. Ja, dus dat is niks gedaan. Dat is de ideale auto voor tegenwoordig. Is niet de SUV. En ook niet de normale auto waar we mee te maken hebben. Vroeger mee te maken hadden. Maar net iets wat er net tussen zit. Zodat je eigenlijk met je reet zonder een speciale inspanning naar binnen schuift. En op de stoel zit. En ook als je uitstapt weer. Met je reet heel zonder je geweldig in te spannen. Of een tiloefening te hoeven uitvoeren, kun je weer naar buiten schuiven. Ik zat namelijk laatst in een, het wordt een volledige reclame-uitzending, maar ik kan het ook niet helpen. Ja, ik zie iedereen staan, vandaar dat ik er even op kom. Ik zat laatst toevallig wijs in een Volkswagen i3, de elektrische Volkswagen van dit moment. En ik moet zeggen, ruim, en ik kon zo erin schuiven en er weer uitschuiven. Terwijl ik zelf een hele comfortabele auto heb, maar je moet wel even een instap, je moet er inschuiven als het ware. Hè?
Alsof je in een schoenendoos gaat liggen, zo iets dergelijks eigenlijk. Ik weet niet uit mijn hoofd, maar er zijn ruim 21 miljoen kevers gebouwd. En in die zin toch de meest... Ja, tegenwoordig zit de hele auto-industrie totaal in elkaar. Ja, anders in elkaar. En het hele idee dat je dus 30 of 40 jaar lang hetzelfde ding bouwt. Ja, wat natuurlijk voor de T-Ford, de Chevaux, Fiat 500, de Volkswagen, niet waar, in hoge mate geldt. Tegenwoordig moet je elke 2 jaar iets anders. En moet alles vooral binnen ook enorm blitz worden uitgevoerd enzovoort. Maar dat is het ongekende succes van de Volkswagen. En dus het Volkswagen busje. Je begrijpt dat zoals altijd alle ongekende succesverhalen hebben ook een dieptepunt. In 1948 was een zekere Heinz Nordhoff, die was van Opel gekomen, directeur geworden. Die heeft Volkswagen hoog opgestoten in de vaart der volkeren. Maar zoals bijna al dit soort van auto's, het was ook al met de T-Ford gebeurd, niet waar, is dat ding veel te lang in productie gehouden. Dus op een goed moment wordt eigenlijk de kever een beetje weggeconcurreerd, onder andere door de Kadett, Opel Kadett, heel succesvol. Modern autootje feitelijk voor dezelfde prijs, maar wat ruimer en wat grotere ramen en het bekende werk. En het heeft niet zo heel veel gescheeld of Volkswagen zou failliet zijn gegaan in de late jaren 60, vroege jaren 70. Sterker nog, je kan het nou niet meer geloven, Fiat produceerde toen meer auto's dan het Volkswagen concern. Wat natuurlijk ondertussen het op één na of... Nou ja, je hebt 3 reusachtige autoconcerns in de wereld. Hè. Dat is Toyota natuurlijk, die het voor een belangrijk gedeelte van zijn ongekende kwaliteit moet hebben. En het Volkswagen concern en General Motors, die, dacht ik, zijn succes voornamelijk haalt in Azië, in China. Weet ik niet helemaal zeker, maar dat zijn de 3 reuzen op de wereldmarkt. Ik dacht dat ook die elektrische Volkswagen het ook vrij redelijk doet op de Europese markt. Ikzelf laat ik daarmee afsluiten. Dat is ontzettend belangrijk, dat begrijp je. Ik heb mijn rijexamen in een Volkswagen gedaan. Ik ben eerst 3 keer gezakt in een Opel Record in Arnhem. Ik had het opgegeven. Ja, ik kreeg steeds ruzie met de examinator. Ook vrij typisch natuurlijk. Want hele vervelende lui waren dat, vond ik. Zij vonden mij ook heel vervelend. Ik stelde vragen, nou, dat heb ik al eigenlijk in een jonge volwassenheid heb ik al geleerd. Stel nooit kritische vragen. Daar zit de wereld niet op te wachten, op kritische vragen. Maar goed, tenslotte dacht ik, toen was ik in Utrecht gaan studeren. Ik laat het nog maar 1 keer proberen. Bovendien was er een aanbod, 10 lessen voor 100 gulden. 10 lessen voor 100 gulden, dat was toen ook al voordelig. En nu kunnen mensen zich dat niet meer voorstellen, dat je 10 autorijden. Dus dat heb ik gedaan en ik heb mijn examen gedaan. Volkswagen was een zwart Volkswagen. Volkswagens waren ideale stadsauto's. Ze schakelden heel licht. Ze stuurden lekker, omdat natuurlijk de hele boel hing achterin. Je zat voor en achterin, er konden alleen mensen zonder benen zitten. Ze hadden ook zo'n rare kuil nog achter de stoelen. Dus ik was toch heel tevreden mee. En tot mijn stomme verwondering ben ik in Utrecht de eerste keer geslaagd. Terwijl ik, dat begrijp je ook, nu weer ruzie met de examinator kreeg. Maar ik dacht ook, ik was al na 7 minuten, dacht ik, ben weer gezakt. Ja, die had vroeger, was namelijk het start van het examen, was hier op de hoek. Hier nog geen 100 meter vandaan van het Wilhelminapark. En ik reed daar weg en toen kwam ik bij die rotonde richting Burgemeester Reigerstraat, weet je wel. Ja, en ik vond dat die onverstaanbaar sprak, die examinator. Dus ik had niet verstaan waar ik heen moest. Dus je deed maar wat? Ja, nee, ik ben 4 keer om de rotonde heen gereden. En hij maar van, wat doet u nu? Dat is toch duidelijk. Ik zei, ja, sorry, dan moet u het wel duidelijk zeggen. Dus ik dacht, dit is hopeloos. Ik ben alweer gezakt voor de zoveelste keer. Maar nee, ik was geslaagd. Kijk. En toen heb ik mijn rijervaring opgedaan in een Volkswagenbusje vol met babybedjes, weegschaaltjes, luierpakketten, nou weet ik van wat. Ja, ik weet niet, had je toen al van die plaklui, ik bedoel van die weggooienluiers, dat ben ik vergeten. Hé, hoe verklaar je dat het zoveel waard is nu vandaag de dag? Nostalgie. Natuurlijk, ja, automatisch zijn er veel minder dan er ooit waren. Kennelijk vinden mensen het leuke dingen om te zien. Ik, ik,
ik begrijp sowieso niet zo heel veel van de enorme waarde van veel, laten we zeggen, ouderwetse auto's. Ook auto's waar je het helemaal niet van zou verwachten. Als je dan naar de prijzen kijkt, die zijn toch vaak toch wel heel gauw loopt zo'n Ford Anglia in enkele duizenden euro's. Ja. Het is natuurlijk, vaak zijn die auto's zijn gerestaureerd. Als een auto pakken bij de 250.000 kilometers heeft gemaakt. En zeker uit die tijd, dan moeten ze echt grondig onder handen genomen worden. De helft ervan, van al die auto's, is natuurlijk weggeroest. Ja. Je moest vroeger, als je een nieuwe auto had gekocht, moest je onmiddellijk een afspraak maken om te tactileren, heette dat. Er waren speciale tactileerbedrijven, ook idioot dat die fabrikanten dat niet zelf deden. En die spoten dan een soort van, tactiel, weet ik veel. Het was vies, heel vies, het stonk ook de pest. In je spatborden en in de holle ruimtes van je auto. Hè, want er zitten natuurlijk allemaal kokerbalken en weet ik al wat in. En die werden vol met dat tactiel gespoten om het roesten te vermijden. Ja. Tegenwoordig geven ze geloof. Er zijn auto's die 7 jaar garantie geven, als ik het wel heb. Ja. Zijn er nog veel mensen die met zo'n ding, zo'n Volkswagen busje op vakantie gaan? Ja, daar heb ik een diepe, diepe bewondering voor. Die huren dat dan en die gaan dan naar Zuid-Frankrijk? Ja, ik vind het wonderbaarlijk. Ik vind het wonderbaarlijk dat je met z'n tweeën als volwassen mens in dit busje met vakantie kunt gaan. Ik denk niet dat ik dat zou overleven, eerlijk gezegd. Dat kan ook nog een kan natuurlijk zijn dat het mensen van, wat zei ik zei het al, die van een heel gering postuur zijn. Het dak kan omhoog en dan heb je dus een vierkante meter waarin je kunt gaan staan. Nee, ik heb nooit iets gegeven om oncomfortabele vakanties. Want je kunt dit ombouwen. Kijk, de oncomfortabele vakantie is natuurlijk een soort ideologie. Dat is ook een soort statement. We gaan eenvoudig leven en zo. En Moet je uitspreken, toch? Blijf thuis. Dat is. Ja, oké, het spreekt me aan. Maar dan zeg je, blijf thuis. Blijf thuis. Dan hoef je geen ingewikkelde ding te doen. Als ik nou toch op vakantie ga, wil ik in maximaal comfort met vakantie. Ik hou ook niet van goedkope hotels die er vies uitzien. En maar je bent nu ook een goed betaalde lobbyist van de NPO, dus je kunt je dat nu veroorloven. Ja, zeker. Ja. Nou, van de NPO, dat is. Kun je eens een van de valkje doen. In het zuiden van Brabant. Maar het is niet zo dat je in het Waldorf Astoria kunt gaan logeren. Je kunt hier ook in slapen, toch? In dit busje. Kun je het toch ombouwen? Ja, ongetwijfeld. Je kunt alles hier uitklappen en dan kun je ook slapen. Je moet er ook niet aan denken, want het lijkt me toch. Met z'n tweetjes lijkt het me toch een beetje smalletjes allemaal. Ja, ja. Dat is dus de historie van het busje. Ze zijn nu dus bezig om er een elektrische versie van te maken. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Want bij zo'n busje is dat je hebt een hele bodem tot je beschikking om een batterij in te stoppen. Accu's of weet ik wat, hoe je die dingen tegenwoordig noemt. Ja, kan me dat wel voorstellen. Bovendien begint Volkswagen nu ook technologisch een beetje bij te krabbelen. Ja, want dat blijft ook een van de allergekste dingen van de afgelopen 20 jaar, 15 jaar, ik weet niet hoeveel. Dat die Duitse autofabrikanten, hè, de grote fabrikanten, Mercedes, Audi enzovoort, het Volkswagen concern. Dus een van de grootste autobouwers ter wereld. Dat ze zich in eerste instantie dus door Tesla volledig het kaas van het brood hebben laten eten. Dat is toch heel gek eigenlijk. En nu begint dat dus bij te trekken. Dus ik ben heel benieuwd hoe die concurrentie zich zal ontwikkelen op die elektrische markt. Ik vind nog steeds gek dat elektrische auto's toch relatief duurder zijn dan auto's met een verbrandingsmotor. Omdat een elektromotor in principe volgens mij goedkoper is. En de hele elektrische auto in principe goedkoper zou moeten kunnen. Maar misschien is het toch nog een kwestie van massafabrikage. Dat ze eraan moeten wennen. Ik heb geen flauw idee. Maar je weet, ja, ik koop pas een elektrische auto als ik in 3 minuten voor 1000 kilometer elektriciteit kan tanken. En ik heb begrepen dat dat voorlopig niet gaat gebeuren. Ja, maar vind je het een goede ontwikkeling dat ze dit ook elektrisch gaan maken? Want dan gaat natuurlijk het kenmerkende geluid, hè? Ja, je bent het VW-geluid bij je kwijt. Maar je weet, daar is helemaal hele eenvoudige oplossingen zijn daarvoor. Je weet dat bij Porsche, nu we daar toch over te spreken komen, want Porsche heeft zich na de oorlog. Porsche was een relatief klein ingenieursbureau wat gerund werd door die Ferdinand Porsche. Een man met hele originele ideeën, dat moet gezegd worden. Dat is door zijn zonen voortgezet en is uiteindelijk niet waar het best renderende sportwagenmerk ter wereld geworden. Ook
hebben er ook goud geld aan verdiend aan die dingen. Je begrijpt ook wel waarom. Maakt ook niet uit. Als je een carrière koopt, ja. Of dat ding nou 170.000 kost of 180.000, dan kan niemand iets schelen. Want als je zo'n auto koopt, dan kijk wel een leuk stelletje, hè. Ja. Wastafeltje, alles zit erop. Ja, een kookstelletje inderdaad, ja. Waar zit dat gasdingetje dan? Dat gaat op gas, neem ik aan. Ja, daar zit ergens natuurlijk zo'n butabrandertje in. Ja. Waar was ik over bezig? Over Porsche, ja. Dat is een sportwagenwerk gaan worden, maar ik had het eigenlijk over iets anders volgens mij. Oh ja, dat ben het ik geluid, over. Het geluid van de... Dat, ja, als je dus tot... Porsche heeft nog heel lang luchtgekoelde zescilinders gebouwd. Dat heeft een heel specifiek geluidstad. Maar toen hebben ze toch besloten om op betrouwbaarheids- en alle andere productietechnische gronden om watergekoelde motoren te gaan bouwen. Je begrijpt het al, de liefde voor Porsche, dat is een volkomen irrationeel sentiment. Dat heeft met de werkelijkheid allemaal geen donder te doen. Dat is een mythische wereld, dat is een sprookjeswereld, laten we het zo maar zeggen. Dus ja, die Porsche-rijders waren diep teleurgesteld. Maar tegenwoordig kun je er een geluidsinstallatie bij krijgen die het geluid maakt van een luchtgekoelde zescilinder. Dat is wel leuk. Je kunt aanzetten, je kunt uitzetten, je kunt ermee doen wat je wil. Ja, maar bij de criticassen zegt het is toch niet echt. Het is leuk, maar... Ja, maar goed, wie weet dat nou dat het niet echt is. En ook, dat is ook heel gek, de luchtgekoelde Porsches 911 zijn in het tweedehands veel duurder dan de watergekoelde. Ja. Dat is een hele wonderlijke zaak. Ik heb dit al gesloopt, ja, zie je dat? Ja, precies. Dat zie ik ook met een zeker genoegen, satanisch genoegen aan. Ja, dat je hoeft er maar naar te kijken en de onderdelen vallen uit elkaar. Doet me denken aan een Cadillac waar ik ooit in reed. Een Escalade notabene. Dat is zo'n reusachtig ding, weet je wel, waar de hip-hop jongens geloof ik in rijden. En ik zat er nog geen 5 minuten in, of ik had 3... plastic onderdelen van het dashboard in handen. Die vielen er gewoon af. Dat is een heel lullig bruin soort plastic dat je denkt, is het nou een prulproduct? Ook een auto van 90 mil of zo. Ik sprak vorige week nog de directeur van de Automotive Campus in Helmond, die ook vaak luistert. En die zegt, ja, toch knap dat die Maarten, ondanks dat hij niet in de autobusiness zit, het klopt allemaal wat hij zegt. Hij had met genoegen naar de autoreeks geluisterd en zegt, klopt allemaal tot op detailniveau. Hij weet meer dan heel veel collega's die hier rondlopen, zei hij. Ja, maar dat zijn verkopers, die zijn ook niet geïnteresseerd in hoe de dingen in elkaar zitten. Ik vind dat ook een van de grote tekortkomingen van de autotijdschriften. Daar gaat het ook altijd over het lekker dwars zetten en dat soort van praatjes. Maar waarom niet wat meer aandacht besteed aan het productieproces? Want je ziet aan de T-Ford waar we mee begonnen zijn, het is die combi. Het is een kwaliteitsproduct wat je vervolgens in zeer grote aantallen in een hoog tempo weet te produceren. En als je ergens begrijpt wat de kern van de industriële samenleving is, is het een grote autofabriek. En vooral als je die hele rij met die robots aan de slag ziet, dat is natuurlijk toch fantastisch om te zien. En dan begrijp je ook dat überhaupt, stel voor dat we die dingen min of meer met de hand in elkaar zouden moeten zetten. Nou ja, je hebt nog auto's die worden min of meer met de hand in elkaar gezet, maar die lopen ook behoorlijk in de prijzen. Ja. Waar ik dus helemaal niks mee heb. Echt. Nee. Een autogenoegen, of rijgenoegen, heeft vrijwel niets te maken met prijs of snelheid, maar met allerlei interessante factoren. Ja. Lang geleden had ik een vriendin, en die had een Austin Healey Sprite. Ik weet niet of ik het wel eens verteld heb. Nee. Fantastisch autootje. Een sportwagentje. Twee koplampen lagen als een soort van achtergelaten struisvogel-eieren lagen die op de motorkap. Er zat een motortje in. Als je van een hele grote kap, eigenlijk de hele voorkant was de motorkap. En dan als je die kap het open maakt, denk je, waar zou het motortje zijn? Zo'n klein motortje was het. Het was zo'n groen Austin motortje was het. Ik denk dat dat ding, nou ja, echt maximaal 55 pk heeft gehad. Je werd ook op de grote weg in je sportwagen voorbij geblazen door van alles en nog wat. Allerlei middenklasse auto's, ook toen al. Maar dat deed er niks toe. Het was om in te rijden, en vooral als die open was, was het echt een fantastisch autootje. Precies het juiste geluid. Ja, het is allemaal een beetje kinderachtig, maar het is ook wat een prijs en doen die dingen, hè. God, ik hoop dat de familie dat ding bewaard heeft. Want je kunt er, als die een beetje in conditie is, kun je er 10.000 euro's voor krijgen. Ja. Als het al niet meer is. Dit was de aflevering over het VW-busje.
Ja, wij zitten nog steeds in het VW-busje. We hebben wel een groot deel van het VW-busje opengezet. En ik moet je zeggen, alle sympathie voor het VW-busje. Het was een geniaal idee van Ben Pon. Het idee ligt nog in de bibliotheek, notabene van het Rijksmuseum. Een hele leuke bibliotheek om eens te gaan bekijken. 19e-eeuwse bibliotheek. Een fantastisch idee. Ik heb geen idee of die ook betaald is voor VW voor het idee. Want dat was ik nog vergeten te vermelden. Dat ik Porsche kreeg per afgeleverde VW een paar Rijksmarken en later dus een paar D-marken. Maar natuurlijk als je er 20 miljoen maakt, dan kan dat lekker in de papieren lopen. Dus hij heeft uiteindelijk aan zijn ontwerp nog heel veel verdiend. Wat we niet behandeld hebben, is een van de hele hete hangijzers rond de rond het kevertje, namelijk heeft Porsche het ontwerp gestolen. En dan liefst nog van Bruno Ganz, een tragische Joodse auto-ontwerper die straatarm gestorven is in Australië na de Tweede Wereldoorlog. En ik heb daar andere ideeën over dan andere mensen. Mijn theorie is dat het ontwerp niet gestolen is, maar dat het in die tijd, in die omstandigheden, laat maar zeggen, eind jaren 20, begin jaren 30, zo was dat als je een ingenieur een opdracht zou geven die Porsche heeft gekregen om een kwalitatief hoogwaardige maar toch goedkope auto te bouwen, dat je ongeveer uitkomt waar hij is uitgekomen. Hij had zelf al een enigszins vergelijkbaar project voor Zoomdap gedaan. Bovendien, ja, je kunt niet zeggen dat het gestolen is. Het is meer zo, it was in the air, zoals men in het Engels zo treffend zegt. Hè. Had Bruno Ganz goede ideeën over een vergelijkbaar autootje? Ja, die had hij. Maar die had ook die Letwinka, daar heb ik het al over gehad. Letwinka is na de oorlog schadeloos gesteld door het Volkswagen-concern. Dus die heeft nog een fors bedrag gekregen. Dat we zeggen, tragisch genoeg niet hij, maar de Tatra-fabriek, wat natuurlijk, ik geloof dat Letwinka ook arm gestorven is. En bovendien was er nog een hele jonge man, in dat tijd in de jaren 20, een zekere Barigny. En die had als afstudeerproject ook een soort autootje ontwerpen. Je ook zegt van, ja, dat is de Volkswagen. Ook Barigny is schadeloos gesteld. Dus je ziet hier dat we een hele reeks van ontwerpers hebben die ongeveer dezelfde soort van ideeën hadden. Dus naar mijn idee is het ook niet gestolen. Je had, iedereen zou op dat moment in vergelijkbare omstandigheden zo'n autootje hebben gebouwd. Ja. Dat is denk ik mijn overweging. Die Barigny overigens is later bij Mercedes-Benz gaan werken en is, dacht ik, de initiator van de veiligheidskooi, de kreukelzone en dat soort van briljante ideeën. Oké, hier staat ook heel veel filosofie over op het internet, hè? Over of het nou gestolen is of niet. Ja, precies. Iedereen zegt dus dat het gestolen is, want dat is natuurlijk een enorm romantisch, sentimenteel idee. En je ziet die arme Bruno Ganz, die zie je daar ergens in de Australische binnenlanden, nietwaar, laatst een dode kangaroo zitten. En, dat is natuurlijk zo verschrikkelijk dat de tranen je in de ogen springen. Zullen we de chauffeur erbij halen? Ja, dat is misschien wel. Die ligt daar bijna in die container daar. Leek mij een heel man met een fors postuur, of leek dat nou zo? Nou, daar staat hij daarachter. Kijk maar, hij staat bij die container te wachten al een 3 kwartier. Jezus, dat hij daarin, dat hij erin kan. Ja. Ga jij hem roepen? Ik ga hem roepen en dan kan hij hem weer meenemen. Dan ga ik ook uitstappen. Ja. Dat zal ik niet meevallen. Wij zitten nog steeds in het VW-busje. Voor het eerst in de menselijke geschiedenis zou een waarlijk rechtvaardige samenleving tot stand worden gebracht. En bovendien een waarlijk moderne samenleving. Maarten van Rossum over de geschiedenis van de Sovjet-Unie. En we weten allemaal dat het eigenlijk heel anders gelopen is toen het experiment eenmaal was gestart. Het luisterboek staat nu voor je klaar. Download het via het linkje in de beschrijving. De impact van die revolutie is enorm geweest. Misschien is het wel in allerlei opzichten de meest, ook tegelijkertijd de meest invloedrijke politieke gebeurtenis van de vorige eeuw geweest.